Yes, dames en heren, het einde van Season X is aangekomen. Dit is de allerlaatste update video van dit seizoen. Maar goed, als jullie hyped zijn voor het volgende seizoen, druk dan natuurlijk eventjes op het blauw duimpje omhoog. Dat zou heel erg nice zijn. Abonneren kan natuurlijk ook, dan mis je helemaal niks meer. En je kunt ons natuurlijk supporten in de itemshop met code TEVEELGEVRAAGD. Wie onze code ook heeft gebruikt is Mert0182. Hij heeft namelijk de No Sweat gehaald, een hele vette emote. Mert, heel erg bedankt voor het gebruiken van onze code. Je wint 1000 V-Bucks, waarmee je natuurlijk onze zak kunt gebruiken. Natuurlijk, dat wou ik wel zeggen. Voor de Battle Pass, die je natuurlijk kan halen in Fortnite Chapter 2. En ja, over Fortnite Chapter 2 gesproken, laten we daar gelijk eventjes over gaan hebben, want ik heb best wel veel nieuwtjes en best wel vette topics, dus laten we gelijk gaan beginnen. En ja, het eerste nieuwtje, dat is in principe best wel makkelijk om te vinden. Je start namelijk Fortnite op, je krijgt het nieuw stapje voor je, en wat staat daar? The end is near. Tomorrow, of ja, eigenlijk vandaag. Namelijk vandaag om 8 uur, oftewel 20.00. Dan begint het grootste event aller tijden. En wij zijn hier natuurlijk live bij. Dus ja, we hebben het al meerdere keren gezegd. Maar nogmaals, iedereen is uitgenodigd voor dit evenement. Dus, of voor deze livestream moet ik zeggen. Maar ook voor het evenement. Dus je kunt natuurlijk zelf het evenement bekijken. Maar je kunt ook onze livestream bekijken. Want we gaan er een hele toffe livestream van maken. En er zal echt bijna geen delay zijn. Iets van 1 seconde delay of zo. Echt extreem kort zet ik hem. Zodat er geen delay is eigenlijk. En je direct alles kunt meemaken. We gaan natuurlijk gedag zeggen tegen de map. Want ja, die wordt natuurlijk vervangen voor een nieuwe map. En we gaan nog veel meer dingen doen. Gaat super dik worden. In ieder geval Fortnite heeft trouwens ook nog dit getweet. The end is near 24 hours. Waarin we ook een plaatje zien dat ze de battlebus uitzwaaien. Dus wij gaan de map uitzwaaien. Maar waarschijnlijk ook de battlebus. Tenminste, als we dit plaatje moeten geloven. Trouwens, over dit plaatje gesproken. Fortnite China, die heeft letterlijk ook zo'n plaatje. Maar die is in het donker. Beetje vaag. Daarnaast, waar is de battlebus? En waar is de schooltrooper? Die is namelijk vervangen voor de Raven. Ja, nu vraag je je misschien af van, ja, waarom heeft Fortnite China dit gedaan? Nou, dat zou misschien kunnen omdat zij geen schools in hun game mogen doen. Dus daarom is de schooltrooper waarschijnlijk ook niet in hun game. En waar de battlebus is? Ik heb geen idee. In ieder geval, een beetje vaag allemaal. Maar dat is nou eenmaal Fortnite China. Dat is nou helemaal echt heel erg vaag. Maar ja, ik had het net over de map uitzwaaien. Dat gaan we natuurlijk doen. Maar ook deze beer. Eventjes speciaal naar deze beer. Eventjes een, een hartje in de chat voor deze beer. Ik bedoel, deze beer heeft gewoon alle 10e seizoenen gewoon volgehouden. Hij is 0 keer van plek veranderd of 0 keer aangepast. Dus ja, eventjes een hartje in de comments voor deze beer. Dat verdient hij absoluut. Wat een strijder. Goed, laten we doorgaan naar het volgende topic. Dit gaat eventjes over Ninja en zijn mening over een nieuwe map. Namelijk, hij denkt dat een nieuwe map alleen niet genoeg is. Laten we eventjes kijken naar de 1 minuut durende clip. Season 11. Alright. Season 11 is going to be a brand new map. And here's the thing. Is that we might get used to it like really quickly. What I mean by that, I think, I don't know who it was. It was Fnatic Motor was like, hey man, I'm really excited. It's going to be great. Whatever. And I was like, listen, it's also very important to realize that, it took a really long time to get used. Okay, hold on, we gotta kill this kid. I headshot him right off the rip. He flashed. It took a really long time for everyone to get used to the new map, or, like, the original map of Fortnite, and all the additions were so crazy. Because not only were we, like, learning about the map, we were learning about the game, right? So, like, we were learning how to play, and how to edit, and how to build, and all these crazy things. So, like, I really do feel like we're gonna get used to it. Get Jet on. I think I got one time. We're gonna get used to this map pretty quickly. Unless Epic changes, like, the mechanics, dude. Ja mensen, hij zegt het inderdaad. Fortnite moet meer doen dan alleen een map change. Ze moeten waarschijnlijk een nieuwe mechanic gaan toevoegen. Maar wat gaat dat dan zijn? En waarom een nieuwe mechanic? Nou, zodat spelers weer actief gaan oefenen. Maar wanneer ze dat gaan doen, kan dat natuurlijk wel betekenen met de dingen die spelers nu hebben geleerd. Dat dat wegvalt en spelers heel erg boos worden. Omdat ze denken van ja, nu heb ik helemaal voor niks geoefend, weet je wel. Dus het kan twee kanten op gaan. 1.
Heel erg veel mensen worden heel erg boos. Omdat ja, alles wat ze hebben geoefend gaat in één keer weer weg. Of twee, mensen gaan echt weer druk bezig met het leren van die nieuwe mechanic. Zodat ze heel erg goed worden en weer wat te doen hebben, zeg maar. Op dit moment, iedereen zit zo van, ja, we willen iets nieuws. We willen niet alleen meer bouwen onder de knie krijgen. Want dat kunnen we al wel, weet je wel. Tuurlijk, er zijn altijd improvements om te doen. Maar de meesten zijn wel, ja, redelijk klaar met, zeg maar, het oefenen. Dus we moeten inderdaad iets nieuws hebben. En Fortnite Chapter 2 moet dat ons gaan brengen. Maar ja, gaan we dat krijgen? Dat is een beetje de vraag. We hopen er natuurlijk allemaal. Het is afwachten. Misschien gaat vanavond Fortnite Chapter 2 natuurlijk beginnen. Misschien morgen, misschien donderdag. Het is eventjes kijken. Maar dat het eraan gaat komen, ja, absoluut. En snel ook. Laten we doorgaan naar het volgende topic. En dit gaat eventjes over bepaalde challenges die je op dit moment kan doen. En die ik je ook aanraad om te doen. Namelijk op deze map staan sowieso de locaties voor de tapes die je kunt vinden. En daarmee kun je natuurlijk de witte variant van de scientist unlocken. Ook, ja, dan moet je ook nog een paar andere challenges doen. Maar die zijn zo makkelijk. Die doe je automatisch al wel. In ieder geval die tapes, dat is het meest lastige. En ja, dat zijn de locaties. En ik ga ze vandaag ook nog eventjes pakken. Want ik heb de scientist al wel. Alleen ik wil ook eventjes de witte variant. Dat is natuurlijk wel leuk om vanavond ook mee te spelen tijdens de livestream. Want ja, de livestream gaat super dik worden, zei ik net ook al. Maar ja, dit is in ieder geval de map met de locaties voor de tapes. Ik dacht wel handig om ook aan jullie te laten zien. Want ik weet zeker dat er wel iemand tussen zit die anders te lui was geweest om niet die dingen op te pakken. Goed, laten we doorgaan naar het allerlaatste topic. En dit gaat eventjes over een nieuwe tweet van Fortnite. Of nou ja, een nieuwe Twitter kun je ook wel zeggen. Namelijk, ze hebben een nieuwe Twitter genaamd @FortniteStatus. En wat gaan ze daarmee doen? Nou, letterlijk alle, ja, kleine updates, zeg maar, qua servers en qua problemen, die gaan ze allemaal ja, tweeten op @FortniteStatus. Dus wil je dat volgen? Ja, dan kun je natuurlijk hun Twitter gaan volgen. Linkje zal in de beschrijving staan. Mensen, dit was het einde van de video. Ik hoop dat jullie hebben genoten. Laat dan natuurlijk eventjes een blauw duimpje omhoog achter. Dat zou heel erg nice zijn. Abonneren kan natuurlijk ook. En je kunt ons natuurlijk supporten in de itemshop met de code teveelgevraagd. Mensen, tot de volgende video. De laatste update video van Season X. Mensen, peace out.